Hoorde jij die deur afgaan? Nee, nee, nee. Geen gewoon een deur. Maat, ik hoor voetstappen. What the fuck gebeurt hier, ouwe? Schotland. Het betoverende land van eindeloze kastelen. Adembenemende hooglanden. Historische steden. En de smaakvolle whiskies. Welkom in Schotland! Schotland! Team Stuk is onderweg naar Jedburgh. Een mystiek Schots dorpje tegen de grens met Engeland. Op deze plek staat een indrukwekkende gevangenis uit de 18e eeuw. Waar de eindeloze cellengangen bekend staan om hun donkere verhalen. Dichtslaande deuren en andere onverklaarbare geluiden uit het verleden galmen door de dikke gevangenismuren. In het bijzonder de mannenvleugel maakt deze plek tot een favoriete hotspot voor paranormaal onderzoek. Wie zal een nacht achter de tralies moeten doorbrengen van Jedburgh Jail? Dit zijn de plekken waar je 's nachts niet wilt zijn. Giel. Yo, what the fuck, ouwe? Thomas. Gast. Stefan. Ik zag hem afgaan, maat. Eén of twee van hen moeten vanaf klokslag 12 de nacht overleven. Maar wie? Dat bepaalt het lot. Dit is De Drop. Oké, we zijn onderweg naar Jedburgh Jail. Dat is een gevangenis en lijkt heel erg op een kasteel. Ja. Omdat er vroeger dus een kasteel bestaat, maar later is daar een gevangenis gebouwd. Oké, wat ik nog meer weet over deze locatie is dat je... Er is een gang. Ja. In deze voormalige gevangenis, waar het echt heel erg schijnt te spoken. Ik heb filmpjes gezien van rempels die er afgaan. Oh ja. Ik heb gehoord dat daar celdeuren plotseling dichtgaan. En dat er ooit iemand in een ghost tour een hand tussen de deur heeft gehad omdat die deur ineens dicht klapte. Oh ja. Nee joh. Ja, dat heb ik gehoord. Laten we gewoon even in het dorpje even wat gaan verkennen gelijk. Ja, laten we wat rondgevragen. Precies. De mannen zijn aangekomen in het stadje Jedburgh, waar ze de straat op gaan om dieper in de verhalen te duiken van deze beruchte gevangenis. Want morgenavond zullen één of twee van hen hier moeten overnachten. Hoog tijd dus om de lokale bevolking het Schotse hemd van het lijf te vragen. Wat een leuk dorpje. Laten we een spelletje doen. Wat doe jij nou? Hallo sir. Hallo sir. Can I ask you something? Do you know Jedburgh Jail? Jedburgh Jail? Jail. Ja? Yeah? Ik denk dat die man zo dement is dat hij helemaal niet eens weet wat Jedburgh Jail is. Zullen we hem vragen? Ik vraag hem ook hoor. Ja. Yeah, we're making a YouTube video about Jedburgh Jail. It is. What? Really? Listen, we broke in there one night, right? It's no place to fuck about by yourself. Really? It's serious. Wow. And it was pretty scary, like touching you and like touching, moaning. Well, all right. Thank you so much. Anyways, take care. Cheers. Bye. Jongens, ik ga naar het hotel. We zijn klaar. Wat zei jij allemaal? De eerste persoon meteen. Die wist alles. Haunted. Laat even die spul eruit proberen. Oh ja, leuk. Ga je even spelen. Maar laten we je binnen ook vragen dan. We are going to Jedburgh Jail. You've been there? Yes. I've heard the stories of it being haunted. Yeah? What kind of stories? Just people have felt things or seen things. A few people have saw them, some people have heard them. Are you scared to go there? At night it would be, yeah. Yeah? Yeah. I'm terrified. Yeah? Yeah. Now we will be very careful then. You will, ah! Thank you. Yo, what the fuck? Jee, what the fuck? Waarom zegt iedereen dat het haar spookt? En iedereen zegt ook, ik zou dat nooit van mijn leven gaan verblijven. Nee. Niemand. Het is schijnbaar echt een... Het is echt een ding. Een ding hier. Ja. Ik ben blij. Veel mensen die zeggen dat het spookt. Dat zijn we in ieder geval Jan Lul. Wacht maar tot we die rondleiding krijgen. Ja, dat is waar. De verhalen uit het stadje maken het mysterie rondom de gevangenis alleen maar vager. Maar één ding is kraakhelder. Dit is een plek waar je 's nachts niet wilt zijn. En zeker niet alleen. Of met z'n tweeën. Oh, ik moet het even weer verwerken hoor. Ik moet even weer preparen. De mannen besluiten het onderzoek voor nu te staken. En zich morgen bij daglicht zelf te wagen aan de bespookte cellengangen. Goedemorgen. Lekker slapen? Ja. Luister, ik heb het hele dossier even van Jedburgh Jail even gelezen. Waar wij zo meteen naartoe gaan. Ja. Hoe vaak zie je nou echt een geest die gefotografeerd is? Eigenlijk nooit. Nee? Nou, jongens, kijk eens. Dit is een foto van een geest. Die heeft een paranormale onderzoeker gefotografeerd
Dit is wel een soort gezicht hier, hè? Dit is echt een gezicht, man. Bij cel nummer 18, daar waren ook paranormale onderzoekers enkele minuten waren ze alleen. En daar hebben ze een aanwezigheid van een boze mannelijke geest gevoeld. Echt negatief ook dus. Ja. Nou, ik denk dat we dat wel kunnen bevestigen. Want iedereen gisteren die we aanspraken, die zei precies hetzelfde. Dus jongens, ik zeg genoeg informatie. Ik zeg lekker op naar Jedburgh Jill. Daar hebben we een afspraak. Voor een rondleiding. Voor een rondleiding. Nee. En daar hebben we ook meteen een afspraak met een paranormaal onderzoeker. Ja, twee zelfs. Ja, twee zelfs. Kijk, thank you. Had jij nou voor jezelf besteld? Ja, en wil je ook koffie? Krijgen we haar er ook bij of dat niet? Nou zeg. Met net een kopje koffie achter de kiezen is het tijd voor andere koek. Ze vertrekken richting de angstaanjagende locatie voor een grondige inspectie bij daglicht. Is dit Jedburgh Jill? Ja, dit is het. Ja, dit is het. Boy, dit is groot. Nee joh. Wow, wat een locatie dit, boys. Maar maat, als je hier in je eentje moet zitten. Ja, word je helemaal gek. Ja. Of met z'n tweeën, dat zou wel fijn zijn. Ja, oprecht bro. Ja mannen, de beslissing of je hier alleen of met z'n tweeën de nacht moet doorbrengen, zal dit seizoen op klokslag 12 worden genomen door De Munt. Woe! Entrance die kant op. Maar dit is groot als je hier in je eentje moet zijn. Echt kut. Ik denk dat dit, zelfs met twee personen, is dit massive, ouwe. Hier, enter. Ja? Oh, kijk! Hallo! Hier staat iemand. Hello, come sir. On. So, we have an appointment with you? You do indeed. How are you? Hi, nice to meet you. How old is this building? Right, the building itself is just over 200 years old. So originally, there was a castle here 600 years before that. Okay. And then 600 years later, they wanted to build a prison. Yeah. They had to find somewhere for it. So they put it here on top of the old jail. The jail on top of the old castle. That's why it looks like a castle. Yeah. How big is it? This is one block. Yeah. Okay. Two floors. Yeah. There's three blocks like that. But the male block, which is block two, is the one that everybody freaks with. But I've had grown men, bigger than us, crying in my arms. No way. Because they thought they'd seen a ghost. Wow. If you weren't a believer, some folk end up believing. There's a lot of people who are far better than I at knowing what the ghosts get up to because they visit here on a weekend with their instruments and they could tell you far better than I could. De mannen hebben afgesproken met twee ervaren ghost hunters uit Schotland die hier al eerder paranormaal onderzoek hebben gedaan. Zij kunnen Team Stuk vast meer details geven over wat er allemaal is gebeurd achter de dikke gevangenismuren. So is it correct that this is your favorite place? Yes. Wow. And what's the reason? A lot of activity or like... The... activity. Yeah. Okay. Shall we walk around through... Yeah. We'll start at Mailman. Yeah, okay. Yeah? Yeah. Oh, here are the cells. This is the women and children's. But we do get quite a lot of cell doors banging in this part. Like, you mean like this massive walls banging? Yeah. Like moving? Yeah. Really? Yeah. Let's go further. I want to find out more about this building. We'll go back that way. We'll go back maybe. Yeah? Let's go. Hey, zo echt schrok ik niet. Ja, nou. Zo echt schrok ik niet. Hey. It's important to know that they don't have this open to the members of the public during the day. And what's so special about this part then? It's so haunted. Be very, very careful if you're in here tonight. I feel as though a few of the guards were quite abusive and I think they were up to no good. And I think all of that energy has attracted something here. Wow. Should you go inside alone? You'll know yourself if it starts to feel really dark and really heavy and you start feeling uneasy or sicky, then come out. Let's have a little look around. Yo, deze gast zegt ze bloedserieus. Slechte energie hier. Ja, hopelijk doen we deze met z'n tweeën, ouwe. Ja, de munt bepaalt. Oh shit, we gaan hier naar boven, jongen. Oh mijn god, dit is echt tering eng hier, ouwe. Yo, deze plek voelt echt niet oké. Nee, maat, echt serieus. Echt Yo. Helemaal kippenvel. Ja? Ja. Wow. Yeah. What is that? That's a door. Where? A door banging, it sounded as though it was I think downstairs. Yeah, I heard him out. I heard it. Yeah. Is it not the window? No. Well, there's no wind in there. They're too heavy for the wind. There's no wind. Maar jij die deur afgaan? Ja, ik hoorde die deur ook. Het staat ook op beeld. We got it on film. Yeah. Wow, what the Maat, kap even met me. Is dit serieus? Ja, weet ik veel.
Is this a joke? No. No. Really? Okay, let's go further. This is 18. So this is the famous one, guys. In our experience, it was these two. These two. Okay. So we definitely need to go here. Well, thank you very much. Hierboven wil je gewoon niet 's nachts zijn. Boven die donkere kamer voelde ik al meteen, daar wil je niet zitten. Ja, 's nachts wil je hier daarboven echt niet zijn. Kijk, maar hier, 1992. Dat is mijn geboorte, ja. 1992 is de... Birthday. Birthday. Oh, is dat? So I think, those will be stay here night. Maybe. Nu Giel, Thomas en Stefan deze spookachtige gevangenis met hun eigen ogen hebben gezien, beslist het lot van de voodoo-pop wie er vannacht moet achterblijven om de paranormale activiteiten te onderzoeken. Wordt het samen of alleen? Om klokslag 12 wordt met de munt bepaald of één of twee van de mannen de nacht moeten doorstaan. Are we ready for it? Yeah. I'm not, but no. We got two needles. You can both step one. Please step them in the heart. And then you're gonna decide. Make a good decision. Okay. What's gonna happen tonight? Right, that one's going in. Next one. That one over there. All right. Okay. Deze gaat eruit. Floep. One question. Now I'm curious. What do you think it is? You two, I think. Us two? Us two? Okay. Dat hoop ik niet. Not again. Let's find out. We will see. All right, yeah, let's do it. Thank you so much. Er is een keuze gemaakt. Jochem, geef hem lekker aan jou. Alsjeblieft. Thank you. Nou jongens, succes wat jullie gaan worden. Nee, helemaal niet. Nee, natuurlijk niet. Dat weten we nog helemaal niet. Maar in ieder geval, twee van ons of één van ons, de coin gaat het vanavond beslissen. Ik vond dat deze tour ineens heel duister werd. In dit mannenblok, ouwe. Het lot heeft bepaald. Vannacht weten we wie er gedropt worden in Jedburgh Jail. De spanning is duidelijk af te lezen van de gezichten. Jedburgh Jail. Ik krijg best wel een naar gevoel of zo van deze plek. Ik voel me niet op mijn gemak of zo daar. Zeker niet in dat mannencelblok. Nee, ik ben niet heel snel bijgeloven. Weet je. Ik sta niet heel snel open voor deze dingen. Maar ja, ik denk dat iedereen die hier naartoe gaat, denkt van oké, hier wil je echt niet zijn. Het is en een gevangenis en het is heel oud. Dus je wil gewoon niet weten wat daar allemaal gebeurd is. En als ik daar dus de hele nacht moet blijven, ja, zit ik echt niet op te wachten. Sorry, ik heb echt vrij weinig zin in deze. Accu's die... Ja. Hij kan dicht. We hebben alle equipment, hebben we alles? Alles hebben we. Op naar Jedburgh Jail. Het moment van de drop nadert langzaam. Uitgerust met de benodigde ghost equipment, zoals K2-meters, rempots en een muziekbox die afgaat bij energiewaarnemingen, gaan de mannen voor de laatste keer gezamenlijk op weg naar de beruchte Jedburgh Jail. Met de munt zal worden besloten of één of twee van hen een huiveringwekkende nacht tegemoet gaan. Ik verwacht gewoon dat ik en Stefan het zijn. Ja, dat is die gast, toch? Ja, dat zei hij. Ja. Als dat zo is, dan heb ik meteen een 1-0 achter staan. Want dan ben ik dus al bang, omdat hij gelijk had. Ja. Ik vind Thomas wel even, hoor. Daar ben ik het nou echt volledig mee eens. Het is donker, gek. Oh, man. Het was vanmiddag al donker. Koffertje. Fuck. Mooie koffer. Van wie is die roze dan? Maar als je met die roze pelletjes binnenkomt, nou, dan word je gelijk... Ja, dan vinden ze de vrouwenvleugel wel leuk. Ik heb hier de munt, ja? Daar staat 1 of 2 op, dus dat bepaalt hoeveel mensen er naar binnen moeten. Ja, van middernacht tot zonsopgang. Mooie dos, gek. Ja! Twee! Oh, dat is chill! Twee mensen! Dankjewel, jongen! Twee, dat betekent dat het er meer kans is dat je überhaupt er binnen moet. Ja, maar niet alleen! Ja, maar het is niet best, hè? Nou, kom op! Ik wil gewoon naar het hotel! Doe die band er meteen aan. Gaan we twee poppetjes? Ja, eentje. Eentje. Please. Okay. Zal ik als eerste aan? Ja. 1, 3, 2, 1. Nee, wat? Dan is dit Giel. Dat had die man gezegd. Als dit Giel is, word ik gek. Oh, ja, ik ook. 3, 2, 1. Ja! Shit. Thomas! Ja! Toch nog. Oh, ik ben het gewoon. Ja, nou, bro, daar gaan we dan. Godverdomme. Yes! Het zo. Kijk. Nou, jongens, hier. Hè, met alle liefde. Ach, joh, Tootje, kijk. Hier. Dankjewel. Zo, noodknopje.
Ja, maat, dit wordt echt een nachtmerrie, hè? Vamos. Tot morgen. Ja, succes, man. Vannacht. Je weet het niet. Hey, doei, hè? Hey, doei, dikke. Ik ben niet dik. Gaat mijn leven. Wat gaan we doen? Hey, deze locatie is zo fucked up. Deze locatie is zo fucked up. Zij gaan zo janken met z'n tweeën. Lekker man, terug in het hotel. En gelukkig naar bed, jongens. Wat rusten. Ik denk als ze hier wat spullen gewoon een beetje neerleggen of zo. Ja, is goed. Hoe gaan we te werk? Jij neemt die musicbox mee? Ja. Ik douw gewoon mijn hele zak vol met zooi, man. Nou, dan gaan we ons best doen. Laat het feest maar beginnen. We gaan nu naar de mannenvleugel, hè? We gaan nu naar de mannenvleugel. Die is normaal gesproken gesloten. Ja, wij mogen daarin vanavond. Ja. Hello, spirits. Zo, bij mij zit die spanning echt hoog, jongen. Tegen een jantje, ja, niet normaal. Ja, maar dit is echt, deze heel prettig, deze ruimte, houden. Ja, ik denk, laten we er gewoon overal eentje zetten. Gewoon, we hebben er zat, toch? Ja, ja, neem het mee. En als er iets van een energie of een magnetisch veld of, de, of stroom, dan zou die in theorie afgaan, ja. Jezus, godverdomme. Huh? Ja, waarom doe je die ding al aan als je ze in handen hebt? Dat ging per ongeluk. Jezus. Ja, ik zet er hier eentje neer, man, denk ik. Nee, wel in het zicht van die camera, dat is zo chill. Ja. Die doet het. En als je in de buurt komt? Ja. Die doet het ook. Dan gaan we gewoon het hele blok preppen, toch? Ja, als die dingen afgaan nu boven, word ik gek. Ja, je hoort het sowieso, denk ik. Je hoort het sowieso. Je hoort het sowieso, ouwe. Dat is echt fucked up. Jij hebt er nog meer, hè? Ja. Beneden? Oh, wat ellende dit. Ik hou hier helemaal niet van. Huh? Ik hou hier niet van. Nee. Oh mijn god. Oh mijn god, what the fuck? Dat is die boven. Maat, hoe dan? Dat kan toch niet, gap? Oh mijn god. What the fuck? Dat is echt tering ziek, gast. Oh mijn god, ik heb helemaal ziek. Het staat op die wildlife camera. Ja, ik weet het. Oh, fuck. Dat ben wel. Tuurlijk, sowieso die bij 18 of zo. Kanon, ouwe. We zitten gewoon met testiedingen. We laten zien, er moet echt iets in de buurt komen. Anders gaat het niet af. Ja. En we lopen naar beneden, dat ding gaat af. Ik kan het echt op geen enkele manier verklaren. Ik ook niet. Oh, maat, nee, dit is echt eng, hè? We helemaal eens trillen. Ja, we moeten gaan kijken, gap. Je moet die musicbox daar neerzetten. Ja, je hebt gelijk, kom. En alle shit mee, man. Dit is echt niet leuk. Nee, het is nu... Die dingen staan er vijf... Ze staan er net één minuut, hè? Kan dat nou, maar staat het op beeld? Ja, sowieso. Die wildlife. Sowieso, hè? Die wildlife kan. We mean you no harm. We're just curious to find out if you're here. Als dat ding nu afgaat. If somebody's here, can you touch the black devices you did before with the antenna? Als die dan afgaat, ja, dan ga je helemaal loco, hoor. Ja, dan ben ik weg, hoor. Ja, Gast! Hey, jij vraagt het, hij doet wat, hè? Ah, hij gaat weer! Fuck, waar gaat hij? Hij gaat weer, maat. Dit is geen grap. Dit is geen grap, jongen. Rustig. Maat, ik word gek. Jij stelt die vraag, hij reageert. Ja, ik weet het. We moeten echt even rustig worden. Ja, ik sta hier, maat. Maat, wat is dit voor fucked up apparaat, ouwe? Dit is niet oké. Welke was dat? Ja, die achterste. Can you touch the black device again? Maat. Huh? Hoe kan dat nou? Hij reageert direct op jou. Hij is nu rustig. Wel eng, man. Maar wacht even met vragen stellen. Maar net ging je helemaal... Toen wij beneden stonden... Ging je heel hard af. Ja. En nu deed hij een paar kleine tikjes. Ja. Daardoor dacht ik van, misschien is hij niet goed. Maar ja, dat is het niet, want die dingen zijn allemaal nieuw. Maar toen hij beneden stond, toen ging hij super hard af. Ja. Oké, ja, jij deze. Ja, wat ga je doen? Die musicbox.
Ja, maar To, jij weet ook dat als die afgaat... Ja, dan word ik gek. Ja, daarom. Ja, maar dat is... Ja, nee, ja, let's go. Waar ga je hem zetten? Je kan hem ook... In de richting de cel? En dan zo, toch? Oh, wat dit geluid, man. Ja, oké, okay, doe dit. Hier, hou vast. Nog K2-meters. Ik heb ook K2-meters. Die wil je neerleggen. Ja, die kan, kunnen... Leg je dat hele ding vol daar. Ik kan mij het schelen. Oké. Okay. Zal ik zo wat proberen? Ja, ga je shit zeggen? Ja, misschien wat vragen stellen of zo. Kijken of er iets kan reageren op die apparaten of zo. We mean no harm, we have no disrespect at all. We're just curious. We've put some devices. We got one with a green light. We got a music box. And we got two REM pods standing in front of both cells. If you walk towards one of these devices or touch it, it goes off. You can give us a sign. Ja. Dat die shit gewoon niet niks doet en dan zo weg. Ja, maar dat is altijd zo, bro. Dat hoor je ook iedereen altijd zeggen. Ja, ik had mijn camera uit en toen... Ja, maar het stond wel die wildlife-camera. Ja, 100.000%. Dat durf je in die cel te gaan zitten. Ja, je kan... ja, doe maar. Dan het kan wel. Zitten we aan cel 18. Gezellig. Wat heb jij vandaag gedaan? Waarvoor zit jij in de bak? Ja, geen idee. Te veel donuts gegeten, denk ik. Oh, maat, dat is die beneden. Hadden wij er eentje beneden gezet? Oh mijn god, hoe... Wat is maat, er eentje besef, beneden? Besef wat er gebeurt. Besef even wat er gebeurt. Wij zijn beneden, hij gaat bovenaf. Wij zijn boven, hij gaat beneden. Welke... We beneden hebben geen camera staan. Nee. Kom. Ja, ga maar door. Ja, gap, wat de fuck gebeurt hier? Even serieus. Dit is toch tering ziek? Oh mijn god, nou, dit is zo kut al. Maat, ze zijn echt... Ze gaan beginnen nu. Ze gaan met ons fucken. Welke... The fuck? To! Dat is die boven. To, what the fuck? Dat is die boven. Ik zag hem afgaan, maat. Nee, echt? Ja, bro. Niet. Shh. Heb je het gefilmd? Ja, ik denk het. Waar staat hij dan? To, hij staat midden in die gang. Ik zag hem met mijn ogen afgaan, ja, oprecht. Ja, oprecht, To. Die gaat net af, die staat hier de hele tijd. Ik hoor het ook. Hoor je voetstappen? Ja. Maat, ik hoor voetstappen. Boven ons, ja. Maat, ik hoor voetstappen. Maar dit is niet fuck te verklaren. Fuck no, gewoon. Dit is echt niet te verklaren. Ik heb echt geen idee. Het is echt dood en dood eng, man. Ik wil even rustig zitten. Ja. Ik ben wel een beetje bang, moet ik eerlijk zeggen. Maar nu is het weer helemaal rustig. Dat vind ik gek. Nee, dat vind ik dus juist eng, persoonlijk. Ik geloof het wel, man. Ik geloof dat hij iets is. 100.000%. Alleen, ja? Hij wil ons niet wegjagen. Hij wil dat we blijven. Daarom wil hij ons niet laten schrikken. Ik denk dat het is. Je kunt dat we hier geen camera op hebben. Moeten we een andere wildlife camera hierop zetten? Ja. Dat is een goed idee. Ja. Okay, laten we die ik laat deze hier even staan dan. Oké, okay, laten we dat snel doen. Als je nu afgaat, hè, word ik gek. Ja, maar dat zien we dan toch niet. Ja, okay, dit is top. Dit is een goed idee. Hebben we nog meer gear hier? Ja, even kijken. Oké, ik heb alles in mijn handen. Oké, let's go. De tandjes. Oh, schok me de tyfus. Sorry, amigo. Dat was niet, echt niet de bedoeling. Nee, ik denk zoiets, toch? Ja, oké, top. Oké, top. Ik ga hier ook gewoon gelijk meer bij leggen. We gaan alles uit de kast trekken, jongens. Kattenballetjes. Alles neerleggen, want dan, als er iets gebeurt, dan zien we het gewoon. Dan is het niet te missen, snap je? Al die lampjes. Dus. Dat ben ik. Allemaal K2 meters ook. Alles. Ja, ik wil, laten we nu naar boven gaan. Kijken of hier iets gebeurt. Hier staat nu een camera op. Oh, deze plek boven is zo kut, hè? Huh? Deze plek boven is zo kut. Ja, ik weet het, man. Hier staan al die anderen. Wil je deze pot nog ergens anders inzetten? Ja.
Zal ik hem achter ons zetten? Ik ga hem achter ons zetten. Misschien ga ik hem wel fucken. Hier staat er ook eentje. Nou, nu geloof ik. Nu, als er nu iets gebeurt, missen we niks. Alles werkt gewoon naar behoren. Oké. Nou, ja. Ik heb iedereen die achter me staat. Je staat tegen de muur aan. Ja, snap je? Ik heb gewoon echt... Ik kijk gewoon achterom. Ik dacht... voelde gewoon iets. Ik ben... Mooi, maat. Ik zeg dat iemand achter me is... Ha, fuck, ik voel iets op mijn rug. Ik voel iets op mijn rug, maat. Ik zweer het. Godverdomme, kom. Kom. Ik zweer het, gast. Godverdomme. Ik voelde een soort vingers. Wat zeg je nou? Ja, loop. Lopen. Ik zweer het, maat. Nee, niet. Toch, hou je bek. Oh, tering. Maat, ik ben geen grap. Fucking hell, toch. Oh, maat. Oh, tering. Wat lul jij nou, jongen? Ja, maat, ik voelde gewoon... Oh, echt niet. Nee, maar maat, luister. Ik zeg, ik voel dat er iemand achter me staat, toch? Ja, ik weet het. Daarna ga ik pot af en ik voel gewoon iets in mijn rug, hè. What the fuck gebeurt hier, ouwe? Jij bent de meest nuchtere guy die ik ken met dit soort shit. Jij zou nooit zeggen dat je aangeraakt bent. Nee. Nooit. Oh, nee, dat is fake. Ik wil hier weg. Druk op de knop. Ja, We rijden eruit. Ik heb gedrukt. En met een druk op de noodknop wordt Giel gealarmeerd. Yo, what the fuck, ouwe? Die noodknop is ingedrukt. What the fuck, ouwe? Maar hoe dan? Oké. Kijk, ik ga het nu niet doen. Kom, jongen. Wat is dat? Fuck, ouwe. Die gasten hebben gedrukt, ouwe. Ik snap er niks van. Oké, let's go. Ik ben hier weg. Ja. Die liggen allemaal op het muur. Ja, het is oké. Ik wil helemaal weg hier. Maat, ik word helemaal para. Nee, ik ga mijn spullen pakken. Ik ben hier weg, maat. Ik ben helemaal klaar, hè. Het was de bedoeling dat wij net. Nee, als ik zeg, ik voel iemand, gaat dat ding af en daarna voel ik weer. Oh, maat. Fuck deze plek, ouwe. Fuck deze fucking plek. Ik ben onderweg, die gasten die zijn. Die hebben gedrukt. Ze zijn met z'n tweeën, dus je drukt echt niet zomaar met z'n tweeën. Er is echt iets gebeurd, man. Ik maak me gewoon een beetje zorgen. Giel gaat ons helemaal gek verklaren, hè? Ik wil er oprecht niet meer over hebben ook. Nee. Over die aanraking. Het is echt een trauma, je moet het zelf nog wel vertellen. Het is wel echt een trauma. Ik denk dat ze dat zijn. Oké, we zijn er. En ze staan ook buiten, gek. Hoezo staan jullie buiten? Huh? Ja, dit is de meest fucked up plek op aarde. Wij staan in dat celblok, het mannencelblok. Wij staan beneden, hij gaat bovenaf. What the fuck? Wij lopen naar boven, hij gaat beneden af. Nee. Ja, bro. En toen op het einde gingen we naar boven. Gingen we nog, nou, we gaan nu nog een camera bijgezet. Nog een keer vastleggen. En ik zeg tegen Steven, ja, ik heb het gevoel dat iemand achter me staat. En op dat moment gaat die pot daar af. En vervolgens voel ik gewoon iets in mijn rug. Nee. Ja, maar. Fuck dat plek. Ik ga nooit meer naar binnen. Echt waar? Staan die potsen nog steeds? Ja, maar we zijn naar buiten gerend, man. Ja, we zijn naar buiten. Dat was echt heel eng. Dat is echt raar. Ik wil er niemand nooit meer over hebben. Ik vind het vreselijk. Ik vind het echt vreselijk. What the fuck, man? Nee, echt maar heel nou moet erg ik zeker die shit gaan ophalen. Nou ja, Toe gaat niet naar binnen, maar ik loop mee, want ik weet waar alles staat. Maar we gaan wel even met z'n allen. En we halen de spullen op en we gaan naar buiten. Toe zou nooit verzinnen dat hij is aangeraakt. Nee, nooit. Oké, alles pakken en je zakken doen. Jochem ook. Echt? Hij stond hier. Hij stond hier ongeveer. Hij zegt, er staat iemand achter me, zegt hij. Nee, ik voel iets achter me. Toen ging hij volgens mij een pot af. En toen voelde hij van... Hij zegt gewoon, ik voel vingers in mijn rug, gek. Ik zeg, wegwezen. Klaar. Ja, echt live. Ja. Vamos. Het spookt hier 100%. Oké, tot ziens. Het is oké, man. Het zit erop. We hebben ons best gedaan, Tho. Dan kom je nooit meer terug. Doe je niks aan. Zie je de volgende keer in de drop. Deze locatie is echt, het spookt hier enorm. The poor people live there and die there. I came here to die. Wat doe je nou? Pff, weet ik niet, ik voel me echt heel slecht. Ik begin bijna spontaan te janken, gek. What the fuck, ouwe?